Martijn de Klein. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Je rijdt voor Groeneveld. Ja. Voor J. Groeneveld. Johnny Groeneveld, ja. In een Scania. Ja. Een R37. Ja, dat klopt. V8. V8. Wat doe je ermee? Ik vervoer agrarische producten van Nederland naar Frankrijk. En van Frankrijk terug naar Nederland. En af en toe een keer Duitsland en België. Zuidelijk overal. Ja, super. Mooi agrarisch werk, je kunt altijd terecht, vriendelijke mensen. Ja, super. Het is wel een oud beestje. 11 jaar oud, ja. Ja, goed onderhouden. En hoe hou je hem dan zo netjes? Ja, gewoon bijpoetsen en gewoon netjes mee omgaan, vaak wassen. Dat is gewoon bijhouden, dat is gewoon belangrijk. Ja. Zullen we een rondje maken? Ja, is goed. Wat vind je er mooi aan? Ja, de lichtbak, de 6 verstralers bovenop, Michelin poppen. Ja, en de bulbar natuurlijk, dat maakt de hele auto, vind ik. En de lampen natuurlijk allemaal en ja, dat vind ik gewoon mooi stoer. En de bulbar die maakt me net wat stoerder eigenlijk. Ja. In de serie Domme Vragen, agroliner, wat betekent dat? Agrarische producten en liner, agroliner. Maar het is niet een merk of zo? Nee. En is die verlicht? Ja, die is verlicht. Klopt. Ja. Dus je hebt twee lichtbakken? Twee lichtbakken. Onder en boven. Ja. Nou, dan gaan we eens deze kant op. Erin. Ja, is goed. Huh? Ja. Keurig bekleed. Binnenkant alles bekleed, helemaal leer. Dashboard, deuren laten spuiten. Kastenwandje boven. Aan de voorkant heb je het laten spuiten. Ja. Hey, en in de achterwand heb je een schilderij of een painting, hoe noem je het? Een special paint. Special paint, mooi woord. En dat is eigenlijk, het thema is verleden en toekomst. Dus vroeger hadden wij een boerderij. En sta ik dan met de koe. En dan de vrachtwagen van nu. En dat samenstelt op één schilderij net iemand gespoten. Dus daar ben ik heel blij mee. Ziet er mooi uit. Ja. Goed verlicht ook. Ja. Ook dit vind ik weer een mooi interieur. Het is lekker simpel. Het is niet... Mooi strak. Ja. Niet te druk. En toch mooi fris met de crème zeg maar aan de bovenkant. Hè. Dat creëert toch wel iets meer ruimte. Je hebt wel de knoppen gelaten. Hè? De knop... ja. Ja, dat wel. Ja. Is het een keus? Ja, hoe ver gaat het? Hoe ver ga je? En dat is net een stapje te veel. Ja, kan altijd nog. Nou, netjes afgewerkt met kraanplaat. Ja. Je hebt een slangenrek. Slangenrek, twee staanders. En de tranen mooi gespoten en teruggeschuurd, blanke lak erover. Maakt het net ook wat stoerder. Alles mooi meegespoten. En nog eens een keer De 37 bovenin. Ja. Dat ziet er wel mooi uit. Hoe heb je dat gedaan? Dat is met een plasmasnijer uitgesneden. Dus het is een aluminiumplaat die erop plakt? Ja. Een bulthuis. Een walking floor? Een walking floor, ja. Een 90 kuper. Sorry? 90 kuper. 90 kuber, ja. Oké. Dat zijn meestal de grootste vloeren die er zijn. Dus rondom Alcoa's. Gestuurde as achter. Eén gestuurde as? Eén gestuurde as, alleen achter. En kan er nog iets omhoog? De liftas. De voorste. De voorste kan omhoog? Achterkant het oldschool Scania logo. Ja, en dan gewoon de lamp op zich, gewoon normaal, strak, netjes, meegespoten. Je wilde eerst een klein logo op de achterkant? Nee, eigenlijk niet. Ik wou gewoon een groot logo en dan gewoon een oldschool logo. Gewoon simpel. Ja. Een mooie lichtbak hier? Ja, dat is een ledbak. Ja, bij die boeren, als ik ga lossen, dan is het meestal best donker, dus moet je goede verlichting hebben. En je hebt een camera aan te kijken? Of nee, geen camera. Geen kist op je trailer? Andere kant. Andere kant. Deze kant is sideskirt. En dan heb ik dan meestal de trap hangen aan de binnenkant, zeg maar. En die moet je ook ergens belaten. Traanplaat loopt helemaal door. Ja. En dan loopt hij af? Ja. Gewoon simpel, gewoon netjes. Er wordt mee gewerkt, dus ja. Ik vind het voor een 11-jarige auto, vind ik het echt heel bijzonder uitzien. Dat dacht ik. Want ik kom niks tegen, die denk van Nee. Kijk, wij zitten altijd in garage werken, meestal rijden we 5-6 dagen, ja, gewoon 6 dagen. En zitten bij die boeren en in het zand en in het klei en bij de boeren erven. Kijk, en dan moet je gewoon echt goed bijhouden. Als iets vies is, moet je gelijk schoonmaken. Dat is gewoon erg belangrijk. Je staat elke dag te poetsen? Meestal wel. Gewoon bijhouden. Als je iets ziet, gelijk wegdoen.
En dat is gewoon belangrijk. Nou. Ik wens je succes met deze auto. Ja, dankjewel. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door... Euromaster.